van de Graafseweg in Nijmegen willen dat de weg van vierbaans naar tweebaans wordt versmald. De bewoners klagen namelijk dat er te hard wordt gereden. Woensdagavond worden er handtekeningen van de buurtbewoners overhandigd aan de gemeenteraad. Hoeveel dat er zijn, weet Peter Teunissen nog niet, omdat sommige mensen niet mee willen doen. De meeste mensen die hier wonen aan de straat, die hebben getekend op een aantal uitzonderingen na. Die bang zijn voor op het moment dat het hier versmald zou worden, of in ieder geval van twee naar één baan zou gaan, dat ze denken dat het dan hier helemaal vol zal gaan staan. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein clubje mensen. Teunissen is bewoner van de Graafseweg en vindt het belangrijk dat de weg wordt versmald, omdat hij van mening is dat het niet alleen bestemmingsverkeer is wat er rijdt. Ik gun iedereen dat hij met de auto bij zijn huis kan komen. Maar in ieder geval niet dus dat hij als doorgaande weg gebruikt wordt. Daarvoor hebben we per slotverrekening nu de nieuwe brug liggen. GroenLinks staat aan de zijde van de bewoners. Zij vinden dat de Graafseweg versmald moet worden en dat die groener ingericht moet worden. Het is volgens mij nu de tijd om te zeggen, pak die weg nou gelijk toekomstbestendig aan. Maak het gewoon smaller inderdaad en groener. Zodat die in ieder geval wat minder aantrekkelijk wordt om als doorgaande verkeer te laten rijden of als doorgaande weg te laten functioneren. Het is om zoveel mogelijk mensen die van buiten komen naar richting Arnhem gaan of Lent, dat die via de oude brug, een nieuwe brug gaan.